staan hier naast Catchy, het innovatief opvangsysteem voor zwerfafval voor het water uit de Nieuwe Maas en Vijfsluizen haven. Ik ben heel enthousiast dat we dit hebben gerealiseerd samen met Olsies, bedrijven hier ook uit de omgeving die belangeloos hebben meegewerkt. Olsies is een technisch bedrijf dat grote offshore projecten uitvoert. Wij werken elke dag op zee en ja, wij willen een bijdrage leveren aan het tegengaan van vervuiling. Plastics hoort niet thuis in het milieu, dus ook niet hier in het water. Wij hebben voor deze locatie gekozen omdat we ervaring willen opdoen met het afvangen van zwerfafval in water. Hoe kunnen we voorkomen dat plastic in het water komt? Hoe halen we het uit de rivier? En als laatste is het gewoon het voorkomen dat plastic zee bereiken en daar uiteenvalt tot microplastics. Het unieke aan Catchy is dat het zowel drijvend afval als afval onder water opvangt. Het werkt volledig op wind en stroming en beweegt mee met de getijden van de rivier. Het systeem werkt als volgt. Twee grote drijfarmen van 200 en 12 meter lang die geleiden het afval boven en onder water naar het afvalopvangsysteem. Deze drijvende vangarm is 1 meter diep. Daarmee halen we het grootste deel van het drijvend zwerfafval weg. En het heeft het voordeel dat vissen makkelijk onder de vangarmen kunnen doorzwemmen. Nou, het systeem is zo ontworpen dat het afval wat in de opvangbak terechtkomt ook niet terug de rivier kan stromen. En dat komt omdat er een terugslagdeur op het systeem zit. Op het moment dat stroming en windrichting veranderen, sluit die deur en blijft dus het afval in Catchy zitten. Dit afvalopvangsysteem werkt eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. En kan ook in de meest voorkomende weersomstandigheden hier in de Vijfsluizenhaven werken. En wij verwachten elke maand zo'n 200 kilogram afval opgevangen te hebben. Met alle acties die we ondernemen om het te voorkomen, is het water hier nog niet schoon. En Rijkswaterstaat kan dat niet alleen. En dat is de reden waarom we innovatieve systemen als Catchy inzetten om op termijn al het water in Nederland schoon te krijgen.